Jongens, ben je heel erg een goede avond. Dan gaan we verder met Koda Survival. En weet je wat? Ik dacht van Jeroen. Of wat? Ik dacht Jeroen. Oké, kennelijk dacht ik Jeroen. Nee. dat dacht ik niet. Even kijken. Nee, doe eentje eraf. En dan hebben we hier dat. Ja. Wat ik dacht is zo van: hey, ik heb een idee. We gaan iets doen. En dat is meer Minecraft. Oh mijn god. Meer Minecraft. Ja, weet je wat het is? Ik wil meer Minecraft in de. Op Kodaaf Games brengen. En dat gaan we doen. Want het is tof. En wat we gaan doen is. We hebben trouwens nog shares nodig. Want shares gaan fucking snel kapot. Deze aflevering gaan we een paar resources verzamelen. Dan ga ik tijdens de resources verzamelen even vertellen. Hoe en wat ik het ga doen de komende paar afleveringen. Dus dat is mooi. Want dan heb je ook gelijk een beter idee van hoe. Wat je binnenkort kan verwachten. Deze aflevering. Geen mensen op de wall of holy titel of. Of holy titel. Wat zeg. Oh mijn god, dat is van Melvin. Dat moet ik niet doen. Geen challenges. Dat ga ik eventjes niet doen. We gaan trouwens wel eentje. Een ondergrondse base gaan we. Resource voor verzamelen. Dus dat is cool. Gaan we doen. En ik ga. In deze afleveringen ga ik wat offscreen doen. En in die andere aflevering ga ik even wat resources verzamelen en vertellen wat ik ga doen. Deze moeten we hebben, die standaard leaves. Niet de jungle leaves, maar de standaard leaves. Trouwens, ik zal even mijn shaders aanzetten, dat is veel mooier. Hot shaders. Of is die te zwaar? Iets te zwaar. Zeus iets lichter, denk ik, of niet? Ietsjes. Kijk, nice. Doe wel rendered is wat lager, weet je, want ik hou van de. Shaders vind ik cool. Ik hou van shaders. Vind ik echt vet. Alleen het is killing voor mijn ding. Deze doen het allemaal niet, of wel? Nee, die doen het niet. Die zijn allemaal donker. Dan hebben we internal shaders. Wat doet dat? Geen enkele flikker. Nice. Dan pakken wij deze met kleurtjes. Ook niet. Dit doet vrij weinig. Er was nog iets van shaders. Hey, dat is nice. Doe wel dit weer naar 7. Zo. Dat is ook iets. Ik ga een gaming PC bouwen. Wow. Doe shaders uit. Ik doe het uit. Het spijt me, maar. Anders dan gaat het niet super genoeg voor mijn gevoel. Maar fijn, dat wou ik eens even heel random zeggen. Ik ga een gaming PC bouwen. Nu nog niet. Ergens een keer na de zomervakantie gaat het gebeuren. Niet meteen daarna, later daarna. Want ik moet nog heel veel geld verdienen. Want ik heb een budget van mijn ouders gekregen van wat zij, wat zij eraan willen betalen. En als het meer is, dan moet ik dat zelf betalen. Dus zeg ik van oké, hey, chill. Goed bedrag is het. Zeker chill. Dus het wordt mooi. Dan heb ik daar eindelijk een goede game PC. Dan heb ik niet meer mijn laptopje. Dat is mooi. Want dan kunnen we natuurlijk dikke shaders erop gooien. En dat is echt vet. En dan heb ik gewoon super smooth dikke shaders. Animated players. Wat is nog meer vet om erin te hebben. Voor ja, geen vanille Minecraft is het dan meer. Want je hebt gewoon die dingen aangepast. Maar. Je snapt ongeveer het idee wel. Hoeveel heb ik nou? Maar dat valt nog best wel mee. Ik had verwacht dat ik veel meer zou hebben. In ieder geval hebben ze hier best wel veel van nodig. Want dat is. En eerst is kapot. Hé, een schaap. Ching. Hey. Wat? Ah, zo dus. La 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 la. Zo, mooi wat lopen hakken. Of niet? Hier is nog eentje. Ja. Even alles oppakken. Beetje anders dan heb ik hier voor Jan lul lopen hakken. Zo. Na. Hier is er nog wat. Hoeveel heb ik er nu? 1, 2, 3 stack. Bijna 4 stack. Dat is nice. Dat houdt laat ik gewoon staan. Waarom? Ik ben te lui om het weg te halen. Heb ik eten bij? Ja, ik heb gewoon eten bij. Chill. Goed. Deze alleen gaan we dus resources verzamelen voor een ondergrondse base. Dus onder andere die leaves. Zoals ik net heb gedaan. Zoek er nog even de nether in. Ga al mijn stuff droppen voordat ik de nether in ga. Zodat ik als ik dood ga niet weer alles kwijt. Oké, nu heb ik wel. Yes. Zoveel stack. Ik weet niet of het genoeg is aan hout of te weinig. Ik weet het niet. Dan pakken we het later wel weer een keertje erbij meer. Maar het wordt tof. Wordt sowieso tof. Ik ga gewoon een ondergrondse base maken. En het dak wordt met leaves gemaakt. Zodat als je in het bos loopt en je ziet de leaves. Dan weet je, oh, hier is een huis. Op zich leek me dat wel een grappig plan. Ik weet niet zeker of het een heel strak plan is. Maar het op zich is het sowieso wel heel grappig om dat te doen. Op die manier.
goed, dit is mooi leeggeroofd hier. Ja, mooi. Even kijken, wat is vandaag gebeurd in mijn leven? Want vandaag is de enige van de weinige dagen dat jij zult zien dat ik iets record op de dag dat wordt geüpload. Dus iets upload op de dag dat wordt gerecord. Zo moet ik het zeggen. Want de Gamecube dinges doet raar recording. En dan heb ik dus geen geluid tijdens het spelen. En dat vind ik heel irritant. En ik heb ook heel veel van die streepjes wat je dus gaat zien bij Windweken. Of net hebt gezien bij Windweken trouwens. Want als het goed is heb je de aflevering al gezien. En anders ga je hem nu kijken. Oké, dat was een beetje... Oh, wat? Waar? Oh. Hi. Sterf. Dankjewel. 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 Dank voor het sterven. Dus ja, dat is een beetje jammer. Maar hey, is mee te leven. Het is niet anders, weet je. Ik moet maar mee leren leven. Ik denk dat ik er ongeveer wel genoeg heb. Maar ik maak het even af. Weet je, voor netjes. Netjes. Het moet wel een beetje netjes blijven, volgens mij. Waar is die zombie? Beetje mijn leaves oppakken, jij? You son of a bitch. Mijn ding is wel kapot. Echt nog 3 blaadjes of zo kan ik ermee hakken. Dan ga je zo... Trrr, en hij is kapot. Zoals ik had gezegd. Goed, nou laat ik dit staan. Weet je, een beetje YOLO'en. Dat moet tegenwoordig wel kunnen in deze maatschappij. We hebben wel heel veel gras opgepakt. Misschien wel grappig om gras opgepakt te hebben. Wat is dit? Dark Oak Sapling. Dat is nog van het andere huisje. Ja, die heb ik nog hier vast dus. Oké, weet ik dat ook weer. Ik had ook ergens in mijn huis voor mij nog superveel zand liggen. En sandstone. En dingen die ik ook gebruik voor een ondergrondse base. Weet je, wordt een beetje leaves en hout en sandstone. Weet je, totaal ander design. En dan is dit gewoon mijn poephuis. Het poephuis. Het hoofdhuis is het poephuis. Fucking slim idee, Jeroen. I know. Ik ben genius. Ik weet het. Ja, dus dan hebben we dit eventjes mooi verzameld. Dan gaan we hierbij planten en zo. Dan hebben we hier allemaal deze dingen. Dan gaan we al die fucking leaves en dit en dat en zus en zo. Dit is hout. Dit is geen planten. Dit in droppen en dit erin droppen. En dan gaan we naar houtproducten. Zo. Monster drops. Die. Oh, niet die. Maar wel die. Zo. Overige bouwblokken, wol, superveel. Ik heb trouwens twee mensen al iets van WK-stemming. Ik weet niet of ik dat al erin heb gestopt of nog niet. Maar er moet dus iets voor gebouwd worden voor de WK-stemming. Dat was 2 keer gevraagd of ik zoiets kan doen, weet je. Dus ik dacht van, hey, als 2 mensen zijn die dat vragen, dan doe ik dat gewoon, weet je. Want zo aardig ben ik dan weer wel. Dus we gaan iets maken voor in de WK-stemming. Ik weet nog niet wanneer. We gaan eerst even dit maken. Ik denk dat ik zo wel goed heb. Ik moet even naar de Nether Portal. Tudalala. Zo, naar de Nether Portal. Die in een heel overdreven groot huis staat. Waar verder niks in zit. Ik moet leren inrichten. Het zou wel handig zijn dat ik moet leren inrichten. Trouwens, de kijkers die meespelen zijn eventjes gedempt voor een hoop afleveringen. Ik weet nog niet hoeveel, maar het wordt wel een hoop. Wat wij gaan nodig hebben is kwarts. Nee, de kwarts hebben we helemaal niet nodig trouwens. Dus dat is eigenlijk een beetje onnodig dat ik dit hier nou loop te hakken. Maar ik krijg er wel best wel veel XP voor, hé. Dus dat is wel weer chill. En het gaat hier een beetje... Oh, oeps. Een beetje laggen. Die moet je niet slaan, want dan worden ze allemaal boos op je. Als je stuff komt halen, zijn ze nog steeds boos op je. Dus dat is niet mooi. En hiervoor zijn we er, voor de glowstone. Want daar heb ik echt best wel veel voor nodig. Dus dan ga ik ook eventjes weer haken. Want ik heb dus een mooi design gemaakt voor een muur om een tweede huisje in de base daar. Het fort, we noemen het fort. Ik had de naam Bikini Broek. Heel awesome dat ik een naam kreeg. Alleen Bikini Broek, nee. Maar ik heb wel dan weer... Dus wel bedankt. Kijk, ik zei, hey, ook wel eens de kutnaam laat achter. Misschien kan ik een derde halen. En dat heb ik gedaan. Want ik dacht begin van, hey, we vernoemen het naar iets van een tv-serie of zo. Dus dat is wel een goed idee. Dat leek mij wel een mooi plan. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar voor mij was het wel een strak plannetje. We hakken dit ook even voor de XP. Voor mij, wat kan je hiermee? Ik kan zonnepanelen ermee maken. En voor de rest weet ik het niet. Maar dan kunnen we zo meteen weer wat levels terugkrijgen. Waarmee we wat kunnen enchanten als wij willen.
Zo, gaan we hier nog eventjes naartoe bouwen met onze... we moeten even netherrack hakken trouwens. Zo. Zo. Prachtig, 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 prachtig. Dan hebben we vast al genoeg om hier naar boven te bouwen. Zo. Kijk. Even alles hier leeg hakken. Dan hebben we zometeen hopelijk wel genoeg voor... wat ik wil maken, en dat zijn redstone lampjes. Want die zijn hartstikke chill en die zitten dus in mijn design van de muur om de andere kant heen. Dus het zou chill zijn als ik daar wat veel van kan hebben. Want ze gaan er echt veel in hoor, Het lijkt niet zoveel als je de muur aan het maken bent. Alleen dan moet je bedenken dat ze aan beide kanten zitten, want de muur is niet zo dun dat je hem één keer hoeft neer te stoppen aan beide kanten ziet. Nee, je moet er twee in stoppen. Om aan beide kanten te zien. En ik wil die muur mooi verlicht hebben. En het vond het mooi, want het zat in de decoratie van de muur. Van, hey, ik decoreer de muur eventjes mooi. Waar? Damn, waarom zit hij zo laag? Trouwens? Ik ben te cool om te sterven. Als je ze slaat, gaan ze toch weer terug. Ja. Nice. Hup. Zo kan je ze doodmaken. Dus ga ik maar proberen. Om die dingen allemaal terug te slaan. Go. Dan maak je hem dood met zijn eigen spullen. Waar gaat hij weg? Wat een bitch is het ook, hè? Dan maak je af met je eigen stuff. Bitch! Yes! Dan heb ik een ghast hier. Nou. Waarom topt hij geen ghast hier? Kom op, ik heb hem gewoon eerlijk doodgemaakt. Bitches. Denk van, oh, yes, een ghast. Weet ik hem eindelijk te vermoorden. Topt hij ineens een ghast hier. Ja. Yeah. Krijg ik wel gewoon lag, maar geen ghast hier. Nou, bedankt spel. Bedankt. Wat is dit voor gek constructie hier? Plateautje, oké. Er is er ook vrij weinig lava meren. Wat ik ook een beetje gek vind, die lava meren zo weinig zijn. Maar we zullen wel even kijken. Dit gaat, het ziet een beetje gek uit hier, heb ik het gevoel, man. Veel te gemaakt, weet je. Alsof iemand met World Edit een beetje heeft rondlopen kut. Ik bedoel, het is veel te rond hier. Zo'n berg omhoog geduwd. I don't know. Ik heb het gevoel alsof iemand hier met World Edit heeft gedaan. Maar ik ben de enige persoon die in deze map speelt. En andere mensen die spelen er ook in. Maar die spelen alleen als ik er ook bij ben. En dan ben ik de hele tijd bij ze. En dan, snap je? Die kunnen niks doen. Hoe ga ik hier naar beneden komen? Zo denk ik een trappetje maken. Zo. Zo. Gaan we die kant op. Werkt dit? Zou dit werken? Het werkt. Oeh, het is ook nog een soort van verborgen. Dus van hoe kom je hier nou naar boven? Nou hier... is een ruime gangetje naar boven. Zo. We gaan het wel een beetje meer openmaken hier, hé. Wat een beetje wel opvalt. Want het wil het niet zo geheim houden, weet je. Ik bedoel, iedereen mag weten waar het is. Weet je, het is ook wel handiger voor mij. Anders moet ik zo meteen gaan zoeken waar het allemaal zit en zo. En dat vind ik niet chill. Want mijn armor pickaxe is alweer bijna dood. Damn it. Zo'n moeilijk leven dit, jongens. Jongens. Zo, ja, en dan is het hier het trappetje, dus dan moet ik even zo dicht maken, zo. Zo. Ja. En dan hebben we hem hier. En dan hebben we lek of zo, weet ik veel. En hebben we hier dus de ingang, zo, dat doen we zo. Zo. En... dan moet dit hier zo weghakken. Ik bedoel, dat is daar weer niet mooi om erin te hebben, hè? Jij mag ook weg. Stomme krevel.
Stomme gravel. Ik snap eigenlijk niet waarom gravel in de nether ook staat. Maar dat zal dan wel weer aan mij liggen, hè, dat ik dat niet snap. Zo. Zo. En dan houden we dit mooi zo. En dan doen we zo. Zo, ja. Jongens, dit is prachtig. Hier dan tot zo. Ja, prachtig, prachtig. Nog steeds heel prachtig. En dan doen we zo. Nee, wacht, doen we daar. Dan maken we deze zo eraf. En dan doen we deze. Ik zit gewoon een beetje rond de dub trouwens. Ik heb geen plan hiervoor. Het is allemaal ter plekke bedacht. Dus als het een beetje lelijk is, dan jammer. En dan hebben we die gravel hier. En dan doen we zo. 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 En als je naar een afstandje kijkt, dan valt het nog steeds niet heel erg op. Maar als je er dichtbij bent, dan wel. En dan is het zo van, oké, dan gaan we weer naar boven. Zo. Hey, dit is legit genoeg voor mij. Weet ik tenminste hoe ik daar weer naar boven kan. Misschien moet ik een beetje een nether hub hier gaan maken een keer. Zitten we echt op... Oh, hier is de lavapool. Kijk, hè. Ik had al van, waar zijn de lavapools? Nou, die zijn dus kennelijk hier. Hier is er één. Ja, ik was trouwens eerst bezig en dat was wel gewoon creative, want ik zat een beetje rond te durpen. Dat betekent maar nu, kijk, je zit nog twee stone bricks. Hier zo, knopje. En val je hier naar beneden. En dat ga ik nu niet doen. Want dan val je naar beneden en zo'n plekje en dan ga je niet dood. Heel chill. Alleen je moet op peaceful staan, anders ga je nog dood door de lava. Want je valt zeg maar, het is een geheim plekje. Hij is verborgen met lava. Alleen hier kan je dus geen water plaatsen. Dus je bent meteen fucked als je erin valt. Want dan moet je. Dan val je. En dan val je een nieuwe plek. En dan zeg je van, oh, hij is uit. Nope. Hij is dood. Dus vandaar. Dat is niet echt heel chill. Hoe de fuck kom jij hier? Kom. Oh, natuurlijk. De beesten kunnen door de nether portal heen. Zo. Zo, zo. Nou, chill. Zit er nog iets in deze kisten trouwens? Hier zit in, spruce, wood, nog meer nether rack, nether quartz, ore. Waarom heb ik nether quartz als ore? Waarschijnlijk omdat ik je met mijn silk touch pickaxe heb gepakt. Nou, dan doen we even zo. Zo, zo, zo. Zo, oh, zo. Heb ik meer als quartz, dat is wat chiller. En dan gaan we dus even gelijk, ik weet niet meer hoe ik die ding moet maken. Kijk even tussendoor zo meteen, dan weet je gelijk weer in, jee. Hop, tp'en. Heb ik hier een shovel in liggen, weet je, dan drop ik hier dit gewoon. Zo van YOLO. Yo, 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 YOLO. Zo. Oh, wacht, zo. Jeroen de noob. Zo. Heb ik die serieus niet? Wat? Heb ik dan een... Wacht. Wacht. Achievements. Time to farm. Time to strike. Time to mine. Really? 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 Heb ik echt al die achievements niet? Er zijn trouwens best wel weinig achievements. Wat topic, hardware. What the fuck? Oh, deze kon ik niet lezen. Dat is diamond. Dinges. Oké, okay, nice. Done. Met de game. In ieder geval, hier gaan we dus ergens in de buurt. Zo, ik heb hier een beetje lopen hakken. Ik weet niet, heb je dat in de aflevering gedaan of niet? Volgens mij wel. We gaan hieronder. In het bos ga ik een heel stuk weghakken. Zal ik wel één deze aflevering doen en dan of tussen de aflevering door, het gaat dan wat sneller. Dan geef ik mezelf een game mode en dan doe je en dan ben ik meteen klaar. En dan kun je zeggen, oh nee, cheat. Ja, nou en. Ik ga de deur toch niet gebruiken, dan is het gelijk uit de weg.
En dan ben ik de weg kwijt. Deze berg op. Ik was op een berg, sir. Maar welke berg, weet ik niet meer. En het is deze berg. Nice. We gaan een blokje op het dak plaatsen. Oké, okay, dan maar daar. Kunst. Kunst. Hier liggen nog allemaal saplings. Nice, 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 nice. Even kijken voor deze aflevering. Ik ga even een klein dingetje bouwen. Ik heb hier deze. Die heb ik mooi gehakt. Die kon ik mooi gebruiken. Hier loopt een monster. En het is niet chill als ik dit gebruikte voor me te vermoorden. Dus dat pak ik even. Ik heb gewoon een zwaard. Eén keer raken. Ja, dacht ik al. Hier maken we dus een muur. Voor de veiligheid. Weet je, veiligheid voor mensen en dier. Oké, okay, de muur is hoeveel dik? Ik moet sowieso grond ongeveer gelijk maken onder de muur. Dus dat is ook een probleem. Ja. Ja, oké. Okay, ik ga even heel veel offscreen doen. Heel veel hakken offscreen. Waarschijnlijk game mode, want ik ben een luie beer. Dus, bedankt voor het kijken. Ik zie je de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu later.